Ja, voorzitter. Als mensen op willen komen voor de rechten van Palestijnen, op willen staan voor een vrij Palestina, dan is dat een goed recht. Op welke dag dan ook, wanneer ze maar willen. En als de PVV hier een betoog houdt op basis van gewoon totale onwaarheden, de gebeurtenissen bij het Holocaust Museum, is geen enkele vervolging voor ingezet. Een totale onwaarheid. We hoorden vanuit de PVV dat het zo zou zijn dat politieagenten Joodse objecten niet zouden willen beschermen. Wordt ontkend door de korpschef. Fake news. En dan op basis van fake news dingen zeggen zoals mensen die met een Palestijnse vlag lopen, die moeten maar het land uitgeknikkerd worden. En een burgemeester die toestaat dat mensen opkomen voor de rechten van de Palestijnen moet ontslagen worden. Dat is toch een rechtsstaat onwaardig, vraag ik. En ik zou willen vragen waarom de PVV zo ver zou willen gaan om van Nederland een soort pro-Israëlische dictatuur te maken. Iedereen die gebruik maakt van het recht om op te staan voor de rechten van de Palestijnen, maar het land uitknikkeren, burgemeesters die dat toestaan, ontslaan, demonstraties die in het leven worden geroepen om op te komen voor de Palestijnen, om die neer te willen slaan. Dat is wat de PVV wil. Dat is een enge pro-Israëlische repressiestaat en heeft niks te maken met de rechtsstaat. Heer Deen. Voorzitter, volgens de rechtsstaat, en in dit geval laat ik me beperken tot het demonstratierecht, heeft de heer Van Baarle volkomen gelijk. Iedereen mag demonstreren. Dat is geoorloofd en dat is maar goed ook. Dat is maar goed ook. En er zijn een aantal zaken die eraan vastzitten die een burgemeester zou kunnen hanteren. Op het moment dat bijvoorbeeld iets dreigt te ontsporen of waar van tevoren al wordt aangegeven dat het gaat ontsporen, dat je op je klompen kunt aanvoelen wat er gaat gebeuren. En dan hoeft het niet altijd rechtsstatelijk te zijn. Dan vraag ik u, er is ook nog zoiets als moreel besef, een moreel kompas. Dit is misschien niet strafrechtelijk dat die opa hier loopt met dat kleine kind door een haag van jodenhaat. Misschien niet, maar is het moreel verwerpelijk? Ja, dat vind ik wel. Moet je daar iets aan doen als dat kan, als die mogelijkheid er is? Ja, dat vind ik wel. Dat is wat ik tegen de heer Van Baarle. Kijk, voorzitter, de PVV grossiert weer in het verspreiden van fake news en het verspreiden van onwaarheden. Noem mij één geval van iemand die demonstreerde bij de opening van het Holocaust Museum die vervolgd is voor antisemitisme. Is er niet. Is niemand vervolgd. Die politieagenten, waarvan de PVV zei, die zouden Joodse objecten niet willen beveiligen. Als dat zo zou zijn, vind ik dat ook niet goed. Laat dat duidelijk zijn. Maar dat wordt ontkend door de korpschef. En als je dan op basis van dingen die gewoon niet waar zijn, zegt, op voorhand moeten we demonstraties gaan verbieden, omdat dat pro-Palestijns en pro-Palestina is, dan is de PVV hier een pro-Israëlische dictatuur aan het invoeren. En ik vraag de PVV, dat is toch niet in lijn met die rechtsstaatverklaring, dat is toch niet in lijn met waar we voor Nederland als democratie voor staan, dan bent u alleen maar een land aan het inrichten waar mensen verplichte propaganda van Netanyahu moeten napraten. En als ze dat niet doen, dan moeten ze volgens de PVV het land uitgezet worden of hun mond houden. Dat is niet een land waar we naartoe moeten, voorzitter. Ja, Deen. Ja, voorzitter, nogmaals, dat is hier compleet niet aan de orde. Dat er niemand is vervolgd tijdens de opening van het Holocaust Museum, ja, dat zegt mij niets. Dat daar dingen zijn gebeurd die moreel verwerpelijk zijn, die wij als partij moreel verwerpelijk vinden, ja, u blijkbaar niet. Dat kan, daar kunnen we over verschillen van mening. Ik sta er ook niet voor om te zeggen om demonstraties te verbieden of op inhoud te bekijken, nou die wel en die niet, helemaal niet. Ik sta ervoor om elke demonstratie die dreigt te ontsporen, wat je van tevoren al weet, wat je op je klompen kunt aanvoelen. Waarom zou je dat willen? Eén wedervraag, waarom zou je dat willen, heer Van Baarle? Als je weet dat iets ontspoort, van tevoren, dan kan je er toch met een normaal moreel besef niet bij dat je dat niet voor gaat zijn, dat je daar niet op gaat handelen. En dat gebeurt niet. Dat heeft deze burgemeester afgelopen maandag wederom niet gedaan. En dat is waar het mij om gaat.
Heer Van Baarle. Nou, voorzitter, als de PVV hier zegt dat je van tevoren, omdat je het op je klompen zou kunnen aanvoelen, demonstraties niet door zou moeten laten gaan, alleen maar omdat die demonstraties mensen zijn die opkomen voor de rechten van Palestijnen, dan wil de PVV dus wel aan de voorkant censuur toepassen. Dan wil de PVV dus wel die demonstraties aan de voorkant op inhoud beoordelen en verbieden, alleen maar omdat de PVV niet wil dat ze opkomen voor de rechten van Palestijnen. En ik constateer dat als je als PVV zo ver gaat om demonstraties maar te verbieden omdat de Palestijnse vlaggen getoond worden, burgemeesters de laan uit te sturen omdat ze dat toestaan, mensen het land uit te willen zetten omdat ze met een Palestijnse vlag lopen, dat we afglijden naar fascisme. Dat we afglijden naar een dictatuur. En het is echt schaamteloos dat de minister van Binnenlandse Zaken en coalitiepartijen hier gewoon zitten en toestaan dat we als Nederland afglijden naar een extreemrechtse dictatuur, voorzitter. Stop hiermee. Stop hiermee met deze glijdende schaal naar een extreemrechtse dictatuur. Dit moet gestopt worden. De heer Deen. Ja, voorzitter, ik hoor, kijk, de heer Van Baarle wil een bepaalde weg bewandelen. Ik heb nu twee keer gezegd dat wij om de inhoud geen demonstraties zouden willen verbieden. We hebben trouwens helemaal niet gezegd dat we demonstraties willen verbieden.